Vermogen. Ik heb hier een gloeilamp en dat staat op 60W, 230V. Nou, die 230 volt, dat is de spanning. Hij is aangesloten op de netspanning, stopcontact. En die 60W is 60 watt, is het vermogen. En dat zegt iets over de hoeveelheid energie die per seconde wordt omgezet. Dus dit is een gloeilamp van 60 watt. Nu heb ik hier een LED-lamp met een vermogen van maar 5 watt. Die heeft een kleiner vermogen, maar die geeft evenveel licht. Hij produceert namelijk veel minder warmte. Het vermogen hangt af van de spanning en de stroomsterkte. Wordt de spanning groter, dan wordt het vermogen groter. Wordt de stroomsterkte groter, wordt het vermogen ook groter. Vandaar de keerformule. Nou, de symbolen zijn P is U keer I. Die P is het vermogen in watt, met de letter W. U is de spanning in volt, symbool V. I is de stroomsterkte in ampère, met A. Ezelsbruggetje, proefwerk, hoort bij elkaar. PW, UV-straling van de zon, UV en IA van ezel. Nou, nu heb ik hier een opstelling om het vermogen van een lamp te bepalen. Ik heb de ampèremeter in serie met de lamp gezet en de voltmeter parallel eroverheen. De ampèremeter geeft 200 milliampère aan en de voltmeter 6 volt. Hoe groot is nou het vermogen? Nou, als we de gegevens opschrijven, hebben we de spanning, U, 6V, 6 volt. En de stroomsterkte, die moet in ampère, die deel ik door 1000. I is 0,2 ampère. Gevraagd P. Nou, dan krijg je P is U keer I, je formule. Je vult hem in en dan is het vermogen 1,2 watt. Volgende vraag. Hoe groot is de stroomsterkte door de gloeilamp van 60 watt? Dan moet je de formule omschrijven. Nou, het vermogen is 60 watt, dus P is 60W. En de spanning, die moet je weten, is in Nederland 230 volt. Hoe groot is nou I? Nou, kunnen we die formule omschrijven. Als je bij P, U en I een getal zet, 6 is 2 keer 3, en dat klopt, kun je zien, als je de I moet hebben, die 3, dan wordt het 6 gedeeld door 2. Dus de formule voor I is P gedeeld door U. Nou, dan vul je hem in. I is P gedeeld door U. 60 gedeeld door 230 is 0,26 ampère.